Telstar ontvangt FC Os. FC Os staat nu op plaats 9 die recht geeft op het spelen van play-offs. Belangrijke wedstrijd dus voor de ploeg van Anton Jansen. En het begint uitstekend aan de wedstrijd in Velsen. Het is Mark Koot die al na 2 minuten FC Os op 1-0 zet na de paas van der Sloot. Dan in de tweede helft een penalty voor Telstar. De overtreding is van Piqué op Hoefdraad en Bosser legt hem op de stip. Piqué die onbesuisd in komt zetten. Het is moeilijk te zien of hij hem raakt. Maar de bal gaat op de stip. Telstar, de betere ploeg, miste een hoop kansen. En hier is invaller Murphy. En die schiet Telstar op 1-1 na 68 minuten. In de slotfase dan weer een aanval van de ploeg van Marcel Keizer. McIntosh, Hoefdraad, probeert het van afstand. Arends pakt niet klem en daar is Issoufi. Er rast de kippen bij en hij met de 2-1 in de 82e minuut. Thijssen in de absolute slotfase dan. Loopt een beetje te bakkeleien daar in beeld rechts met Murphy. Trapt dan na onder de ogen van Bossen. En Thijssen krijgt rood. Os eindigt de wedstrijd met 10 man. En verliest met 2-1 van Telstar. Dat na 6 wedstrijden zonder overwinning weer eens 3 punten pakt.